Na het rollend materieel mochten de gasten zich verplaatsen naar de achtertuin van het presidentieel paleis voor de receptie. Op deze receptie haalde president Chandrika Prasad Santokhi aan dat de verschillen in afkomst en cultuur de grootste kracht zijn van Suriname. Het is deze kracht die het Surinaamse volk tot één maakt. Eenheid in verscheidenheid is volgens het staatshoofd van grote waarde voor ons land, omdat we op deze manier Suriname op een harmonieuze manier kunnen ontwikkelen. Suriname bestaat uit ons allemaal. En wij moeten allemaal een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer een ieder zich echt inzet, wij dit land al een behoorlijke duw in de goede richting kunnen geven. En ik denk aan zaken als verkeersveiligheid, gezondheid, huiselijk geweld, een schone omgeving, geluidshinder, overlast, werkattitude en respect voor elkaar. Laten we rekening met elkaar houden en de ander met alle respect behandelen en werken aan een sterke natie Suriname. We moeten als één Suriname voorwaarts gaan om de uitdaging aan te gaan waarmee wij zijn geconfronteerd. En Suriname heeft in ieder bewezen dat we zulke grote uitdagingen aankunnen en deze ook kunnen overwinnen. De president zegt dat hij sinds het aantreden van zijn regering op diverse manieren probeert om Suriname uit de financiële crisis te halen. Het uiteindelijke doel is om dit land leefbaar te maken voor een ieder. Het staatshoofd bedankt een ieder die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons land Suriname. Deze ontwikkelingen moeten gericht zijn op het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf. Het scheppen van werkgelegenheid. Het vereenvoudigen en effectiever uitvoeren van het sociaal beleid. Maar bovenal het bestrijden van de armoede. Ja. Als ieder van ons hard werkt met de vastberadenheid, nieuwe energie, kunnen we het aangezicht van Suriname in 2025 drastisch veranderen. Het zal de nieuwe Suriname zijn. Een veilige, welvarende en sterke natie. Een nieuw Suriname waar iedereen gelijke kansen heeft. We hebben nog 4 jaar voordat we het 50ste jaar, een halve eeuw van onze onafhankelijkheid gaan vieren. We kunnen elkaar niet meer in etnisch hokje laten stoppen. We moeten juist dankbaar zijn voor elke bevolkingsgroep. President Santokhi feliciteert de totale Surinaamse gemeenschap en Surinamers in de diaspora met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van ons land. De felicitaties in verband met Srividensie aan de overheid en het Surinaamse volk kwamen ook van de CARICOM-gemeenschap. Met de receptie werden de activiteiten in Paramaribo afgesloten.